Onervaren muzikanten in tien weken een muziekinstrument leren bespelen en ook nog een voorstelling geven op 6 april. KTVM Tiel doet dit en ik ga erover praten met de voorzitter van KTVM, Huub Zelen, en deelnemers Chantal van Halen. Welkom, leuk dat jullie uh, aanschuiven. Je ja, hebt in eerste instantie het over het Elstars Muziektheater gehad. Gaan we het nu ook over muziek hebben, maar dan op een andere manier. Want het KTVM is het, hè? Um, wat, wat doen jullie? Ja, dat jullie een muziekvereniging zijn, weet ik. Maar wat, wat waar bestaat die uit? Nou, de KTVM staat voor Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging. En we zijn in 1903 is het opgericht als een schutterij. En uh, voor jaren geleden was het echt een, een, een muziekvereniging met een korps op straat, met een tamboerkorps, met een harmonie. Uh, nou goed. Tijden zijn veranderd. Uh, straatlopen uh, is niet meer van deze tijd. Dus wij zijn nu een concertvereniging en wij zijn een harmonievereniging. En dat houdt in dat wij dus... Uh, uh, harmonie is met blazers, met klarinetten en kopers. Tegenovergesteld, fanfare zijn alleen maar koperblazers. Maar wij zijn echt een harmonievereniging en wij geven concerten. Uh, nieuwjaarsconcerten, jubileumconcert, voorjaarsconcert, corsoconcert. Uh, bij tehuizen, verzorgingstehuizen. Waar we maar een concert kunnen geven, ja. geven wij een concert. Daarnaast hebben we ook een dweileorkest. Uh, de BBK, de Betese Blaaskapel. En die, uh, nou ja, goed, wij kunnen met de Betese Blaaskapel elk weekend wel op pad. Want ja. uh, overal wil men muziek hebben. En dan gaan we met een mannetje of 15 gaan we de straat op en dan spelen wij gewoon alledaagse muziek. Wat de mensen leuk vinden, wat nu in het parade staat. En, maar ook carnavalsmuziek, alles wat naar uh, in de smaak valt, spelen wij dan. En uh, nou, dat is wat de muziekvereniging uh, inhoudt, ja. onze vereniging. Maar dat is eigenlijk best wel uh, heel groot en heel veel. Want, ja. want hoeveel, hoeveel mensen hebben we het over, ongeveer? Onze vereniging bestaat op dit moment uh, uit 50 leden. Uh, actieve leden, maar ook wat, wat mensen die op de achtergrond lid zijn, die geen instrument meer bespelen. Maar uh, uh, ja, 50 uh, leden en dan hebben we donateurs die de vereniging steunen mm -hmm. met een donatie en uh, ja, zo proberen wij uh, dan uh, alles. Uh, te rijden en te zeilen. Ja, een goed rond te krijgen. Want ja. dat is niet altijd even makkelijk, zeker hè? Niet, zeker niet, zeker want Je zeker kan ook niet, of je wil ook niet de hoofdprijs uh, vragen voor je concerten, want er komen mensen niet. Nee, nee. Dus dat, ik, ik begrijp altijd wel dat dat een beetje roei is met de riemen die je hebt ja, we vaak. we zijn altijd al lang blij als we uit de kosten zijn. Ja. Uh, dan zijn we al blij. Uh, dus uh, ja, het is altijd een beetje de eindjes aan elkaar knopen. En uh, ja, hopen dat je ergens subsidie krijgt om dingen te kunnen organiseren. Ja. En dan zijn jullie nu ook nog een nieuw talentorkest ja, uh, opgestart. Is dat dan ontstaan uit een feit dat je bijvoorbeeld subsidie hebt gekregen? Of hoe, hoe is nee, dat tot stand nee, gekomen? Nee, in principe uh, ben je toch altijd op zoek naar nieuwe leden. Uh, elke vereniging zal vergrijzen. En uh, ja, dan kun je met jeugd beginnen. Nou, dat mm -hmm. hebben we geprobeerd. Maar jeugd is heel erg lastig. Die, gaan, die, gaan, uh, 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 die krijgen vriendjes, vriendinnetjes en dan zijn ze weg. En dan mm -hmm. heb je jarenlang geïnvesteerd en dan zie je ze niet meer. En toen hadden ze iets van, ja, maar er zijn ook heel veel andere mensen... die misschien een muziekinstrument willen leren spelen. En dat zijn volwassen mensen. Maar hoe bereik je die nou? En toen zijn we tegen uh, het Night Talent Orkest aangelopen. Dat hebben we meegekregen. En uh, dat is een organisatie uit, uit Friesland. Mm -hmm. uh, ontwikkeld door uh, Guus Pixma en uh, Annemie Bloem. En die hebben een concept bedakt, bedacht om uh, volwassen mensen te benaderen... om samen uh, een muziekinstrument te gaan leren spelen... Dus mensen helemaal blank koken nemen. Niks, maar altijd de wens gehad om dus een muziekinstrument te ja. spelen. Alleen zullen mensen dat niet zo gauw doen. Naar muziekschool of op les gaan. In groepsvorm wel. En, nou goed, en daar zijn we een aantal maanden geleden zijn we mee begonnen. En toen hadden ze gezegd: ja, kijken waar het schip strandt. En inmiddels zijn we afgelopen zondag begonnen met 43 nieuwe muzikanten. Ja, ja. Die allemaal een instrument naar noord gespeeld hebben. En die nou voor het eerst een instrument in de hand krijgen en uh, samen muziek aan het maken zijn. Ja, mooi. Ja, want daar ben jij uh, er eentje van. Ja, klopt. Um, hoe was dat? Ik vond het heel leuk om mee uh, te maken, ja. Om zo uh, met de hele groep eigenlijk, met zoveel mensen en dan toch het samen muziek maken. Dat is echt superleuk om uh, te doen. Ja, en dan kom je daar. In principe komen de mensen dus binnen ja, kennen elkaar niet. Hoe, hoe gaat dan zo'n zo kennismaking ook in, in zijn werk? Want daar lopen dan wel. Ik noem ze maar even KTVM'ers. Mensen die wel bekend zijn met een muziekinstrument om die te bespelen. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Hoe, hoe word je dan opgevangen en meegenomen zo'n dag? Ja, als je toch binnenkomt en al ligt zich ja, hallo tegen elkaar. Op zich wel, we vinden het allemaal spannend. Dus je hebt al gauw dat je toch wel een praatje hebt. Voor een kot, hallo, en dan is het: Oh, spannend, allemaal. En wat ga, ga jij spelen? En ja, zo kom je toch wel eigenlijk al in een gesprek. Mm -hmm. En dan is het ijs al eigenlijk een beetje gebroken. Natuurlijk, als je, ja, dan voel je, je eigenlijk toch wel meer op je gemak. Als je toch even dat gesprekje gehad hebt met iemand. En ja, zo loopt dat toch wel. Uh, ja. Makkelijk, ja. zeg maar. Uh, ja, en moest, maar moest je dan van tevoren aangeven welk uh, instrument je wilde bespelen? Ja. Of, oh ja, ik wou zeggen, er lag niet een hele berg op tafel... dat je kon zeggen van, nou, ik wil die, ik wil die. Nee, van tevoren in principe wel. Kon je aangeven welk instrument dat je wilde spelen, inderdaad. En het was wel een klein beetje ook natuurlijk... als er heel veel al bijvoorbeeld saxofoons mm -hmm. zijn... of dan een ander instrument inderdaad. Uh, mensen die helemaal niks gespeeld hebben, zeg maar... die werden een beetje van, oh ja, misschien kun je een bariton proberen... of uh, op slagwerk of... Ja. Dus net wat de mensen ja, ook zelf een beetje voorkeur, maar ook als ze niks hebben gedaan, dat ze eigenlijk zoiets van: Nou, het maakt niet uit. Ik wil gewoon eigenlijk bij de muziek. En ja, maakt nou ja ik, uit. ik kan me ook voorstellen dat inderdaad, als je denkt: Van nou, het lijkt mij leuk om een instrument te bespelen, dat je eigenlijk geen idee hebt welk instrument dat het is, dus dat het ook wel heel prettig is om ja, om misschien wel alles bij elkaar te zien en dan een beetje wegwijs gemaakt te worden. Ja, volgens mij kon ze ook van tevoren bij. Uh, bij jullie komen toch? Op een... Nou, sommige mensen hadden echt een hele grote twijfel. Oh, ja. en, uh, die hebben van tevoren gevraagd, nou kom eventjes bij ons langs. Dan leggen we het instrument eventjes op een rijtje en probeer het een en ander eventjes. Oh, wat en, goed. Ja, en dus die, zijn die mensen zijn dan uh, bij ons geweest. En, uh, nou, en op een gegeven moment hadden ze een goed gevoel bij een trombone of bij een bariton. Dus nou, dan, dan wordt dit inst jouw instrument. Ja. Dus uh, nou, en, uh, zo hebben, en heel veel mensen hebben op een gegeven moment ook aangegeven. Ja goed, ik wil saxofoon spelen. Die hadden een saxofoon aangeschaft. Wel oh. zo enthousiast, ja. gelijk aangeschaft. Of iemand anders een instrument in de kast liggen, wat die eigenlijk nooit iets mee gedaan heeft. En zo zijn er diverse mensen, in, ja, eigenlijk van jong en oud, eigenlijk, uh, alle leeftijden uh, ja, uh, uh, aangemeld. Uh, ja, maar waar hebben jullie als vereniging zoveel instrumenten dan, dat je die dan gewoon zo uit kan nee. delen of uit kan lenen? Nee, We hebben natuurlijk wel het een en ander. Dat hebben we ook allemaal nagekeken. En alle instrumenten, uh, sommigen zijn de uh, reparatie weg geweest, gepoetst, geolied. En een aantal instrumenten hebben wij, onze zusterverenigingen, kunnen lenen en mogen lenen. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Zodat we toch heel veel mensen toch blij hebben kunnen maken. Ja, en dan, ja, dan nemen die mensen dat dus mee naar huis, zo'n instrument. Jij dus ook. Um, hoeveel uur of hoeveel dagen ben je dan bezig om, om te oefenen? Ja, iedere dag. Ik, ik, ik oefen iedere dag eigenlijk wel even. Ja, op de, maar je moet ook weer niet te lang oefenen, want dat hadden ze ook gezegd. Anders krijg je toch pijn aan je lippen, zeg maar. Dan wordt je lip toch een soort van overspannen. Want dan ja, dat is dat natuurlijk iets wat je nooit doet. Nee, nieuw. En, ja. ja, precies. Dus ik kan beter iedere keer bijvoorbeeld 10 minuten oefenen of een kwartiertje als dat je uren gaat staan. Want dan, uh, dan is het niet leuk want dan krijg je pijn in de mond van. En dan uh, heb je geen zin eigenlijk meer om het te gaan doen. Nee, en wat ben je gaan bespelen voor instrument? Ik tenor tenorsaxofoon. Oké, okay, saxofoon ken ik dan wel, maar dat ja. is dan een bepaalde hoogte of laagte. Ja, dus wat lagere tonen. Je hebt de alt sax die is iets kleiner en dan heb je de tenor en daarna komt de bariton. Maar ik vond de tenor, tenor vond ik gewoon mooi geluid in uh, zitten. Ja, en dan zit je met je vingers uh, op die toetsen. Heb je dat inmiddels een beetje onder controle? Ja, ja, ja. ja. ik moet zeggen, ik had al wel wat paar lesjes gehad. Want ik was eigenlijk heel enthousiast, omdat ik natuurlijk in het verleden al bij de muziek gezeten heb. En ik een paar lesjes al gehad. En ik heb mij ook daardoor inderdaad toch aangesloten. Omdat ik het heel leuk vond eigenlijk om met meerdere mensen muziek te gaan maken. Ja. Dat vond ik gewoon leuk. Want de harmonie is natuurlijk veel stappen verder, zeg mm -hmm. maar. Ik denk, maar nu vind ik het heel leuk. Mensen die allemaal beginnen om daar dan bij aan te sluiten, zeg maar. Om ja. die mensen te leren kennen. Ja, en dan krijg je dus ook... Want jullie geven een concert uh, op 6 april, hè? Maar dan ja. krijg je dus ook je, laat ik maar zeggen, je muziekboek en dat soort dingen mee naar huis. Om hetgene wat je iedere week leert. Ja. Uh, ja, te oefenen. Ja, we hebben een hele map mee naar huis gekregen. En er staat inderdaad een uh, QR-code bijvoorbeeld bij. Die kun je dan scannen. En dan kun je naar YouTube toe. En zo kun je eigenlijk filmpjes kijken. Legt het nog goed uit. Waar, hoe je daar je de noten moet pakken. En hoe je precies nog weer het riet. Bijvoorbeeld, ik heb dan een tenorsaxefon. Er zit een rietje op. Hoe je daar je de rietje erop moet zetten. Dat is natuurlijk ook best wel een dingetje ja. als je dat even moet leren. En zo staan eigenlijk alles in die map. Zeg maar, staat beschreven. Wie je houding, hoe je moet gaan zitten. En ja, eigenlijk hele goed uitleggen in die map. Zeg maar, om. Ja, te beginnen zeg maar. Ja, dat klinkt bijna. Jammer dat ik dat gemist heb, zou ik ja. bijna, bijna zeggen. Ja, maar we gooien de mensen niet alleen in hè. Elke zondag zitten onze leden er ook bij om mensen bij te staan, om tips te geven, om ze te helpen. Dus, uh... Ja, maar ik vind juist. Dat is natuurlijk goed. Maar juist dat er dan een boek, een boek is of lesmateriaal. waar je dus echt ook zo bij de hand wordt genomen. Het is dus niet zo, en dat vind ik echt wel positief. dat je in het diepe wordt gegooid eigenlijk. Er zit wel op zondag iemand bij. Ja. Maar je hebt een, ja, door je boek en al die filmpjes die je dan kan zien. heb ja. je nog thuisbegeleiding. En hoef je niet alles wat je dan geleerd hebt. allemaal te onthouden nee. om het vervolgens. Dus die motivatie lijkt me dan ook ja. groter. Ja, je krijgt ook het huiswerk mee uh, op de mail. Dat is het huiswerk. En uh, ja, goed, en dan ze thuis met, met YouTube en uh, met het boek Zelfstudie. En elke zondag uh, bij ons in het verenigingsgebouw samen. Ja, geweldig. Ja. En dan 6 april uh, het concert. Dus dan hebben ze tien weken om ja. um iets te leren. Nou, ik wil niet negatief zijn, maar ik vind het nog wel een dingetje. Dat ik ja. denk, Is het haalbaar? Vond ik ook. Ik, ik, ik. Voordat we hiermee zijn begonnen, uh, was ik ook een beetje sceptisch van. Uh, Zoals iedereen dat is. Hoe kan dat nou? Ja. En toen ben ik met een paar andere bestuursleden naar over geweest. Daar hadden ze het al opgezet. En daar waren ze bij de zevende les. En daar ben ik gaan kijken. En ik stond echt versteld dat die mensen in die zeven weken hadden geleerd. Met een groep. En ik dacht, ja, het werkt dus wel. Ja, ja. Als een groep zijnde. En nogmaals, ja, afsluitend met een concert. 6 april, die stond, dat concert stond al gepland. Want dan hebben wij ons voorjaarsconcert en daar hebben we dus uh, het Nieuw Talent aan aangekoppeld. Dus die staan in het voorprogramma van ons concert. in de Agnitov in een echt theater. En dan uh, hebben ze gelijk een, een, een mooi concert, een mooi podium. om te laten horen wat ze, wat ze hebben geleerd. Ja, mooi. Want ik, ik zie jou bijna helemaal glunderen. Zo, van, uh, ja. Oh, echt uh, voor het, uh, ja, in ja. het voorprogramma. Ja. Is dat ook een ex, extra motivatie om je extra in te zetten en ook echt al die weken er te zijn. Ja, ja, zeker. Ja, ik vind het superleuk. Maar ook afgelopen zondag, als je dan ziet, inderdaad, je speelt dan stukjes, zeg maar, en dan doe je het met bepaalde rusten ertussen, en op een gegeven moment ging het allemaal achter elkaar. En als je dan hoort, inderdaad, als mensen voor het eerst dan een instrument in de handen hebben en dan dat je dat speelt gewoon met z'n allen... dat je denkt, huh? hoe kan het inderdaad? Ja, mooi. Dat is echt is gewoon leuk. Maar dan de sfeer ook, weet je wel? Dat iedereen, oh, het lukt en ja, gewoon superleuk. Ja. En inderdaad, dan naar de concert toe natuurlijk ook heel leuk om dat, ja, daarvoor te gaan, zeg maar. Ja, ja. ja en maar dat is niet het enige, volgens mij, hè, wat jullie gaan doen. Want jullie bestaan nee. 120 jaar. Ja. Wat gaat er nog meer plaatsvinden? Het, uh, hele uh, uh, onze vereniging bestaat 120 jaar. En dan willen wij uh, een groot jubileumconcert gaan geven... in Eichniethof op uh, 5 oktober, in de uh -huh. Grote Zaal. Dat hebben we in het verleden uh, vaker gedaan, bij een jubileumconcert. Uh, uh, zoals uh, de laatste keer was met Frans Duits. Daarvoor met Karen Bloemen. En uh, 5 oktober dit jaar staan we met uh, Paul Jozefsoon in Nijgdnietorf, uh, bekend van de uh, Voice of Holland is het ja. tweede geworden en uh, musicals. En uh, met haar gaan we dus het theater in en daar zit uh, een licht, geluid, dans bij. Uh, we gaan er een hele mooie productie van maken om daar ons jubileum te vieren met een, met een, met een, met een mooi concert. Ja. Met, uh, het thema is uh, La Fiesta, dus het wordt een beetje Zuid-Amerikaans vrolijke muziek. Ja, mooi, leuk. En uh, uh, we pakken echt uit en... Uh om een jubileum te vieren in de grote zaal. Ja, ja. ja. en daar is, daar is uh, de financiële middelen, hè, als we het dan ja. daarover hebben. Want ik hoor vaak, ja, dat is toch dan bij de leden niet te halen, hè, nee. want die betalen wel contributie. Hoe, ja. hoe vliegen jullie dat aan? Nou ja, goed, we gaan natuurlijk subsidie aanvragen uh, voor dit concert. Maar we zijn ook afhankelijk van sponsoren. En uh, nou is gewoon de hoop dat er gewoon bedrijven zijn die, vind, ja, goed, die muziek uh, leuk vinden, mm. amateurmuziek. En die ons daarbij willen steunen en een, een donatie zouden willen doen, zodat wij gewoon onze wensen, onze dromen waar kunnen maken. En dat wij niet met die kosten naar de rand blijven zitten en uh, dat het op die manier bekostig wordt. Ja, dus, nou ja, als ze dan, laat ik maar zeggen, als de sponsoren kijken, dan is het even bij uh, via de website misschien jouw, of via, via jullie aanmelden. Ja, gaat kunnen ze eigenlijk melden en dan uh, zullen ze graag te woord staan. Kijk, nou dat, ja. klink, dat klinkt goed. Dus eigenlijk al twee. Uh, mooie grote dingen, he? eentje ja. in april en eentje in oktober. Uh, jullie hebben ook een, uh, een website, neem ik aan. Ja, www.ktvm.nl. Daar staan uh, alle, alle onderdelen van onze vereniging staan erop, foto's wat we gedaan hebben. Van, 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 van het verleden van de vereniging, maar ook van de kapel, uh, nou, hoe het allemaal ruilt en zuilt. En als mensen nou roepen van, ja goed, ik wil graag ook muziekinstrument uh, leren spelen, meld je eigenlijk gewoon aan. Je kan altijd les nemen bij ons, bij eigen docenten. En uh, er is altijd de mogelijkheid om bij ons muziek te kunnen maken. Kijk, nou, dat is een prachtige afsluiting. Ook als je weet dat er dus die, uh, ja, dat nieuwe talentorkest uh, ja. ontstaat. Ik wens jou heel veel succes met uh, oefenen. En natuurlijk, het is nog ver weg, maar heel veel plezier met, uh, met het concert op 6 ja, april. En, uh, en voor jou uh, succes met ja. alles wat jullie aan het ondernemen zijn dankjewel. en het begeleiden van deze groep. Fijn dankjewel. dat jullie er waren. Dank je wel.